Maar mooi mensen, Bart is hier en welkom terug op Michan. Michan? Michan? Zoiets. Ik heb net met de man van de Trekker Shop en we hebben hier gezeten. Borreltje gehad. Proost op de goede afloop. Ja, ik heb wat spullen verkocht. Het is net ook allemaal voorbij gereden. Dus, wij gaan weer wij gaan weer richting huis. Ik heb met hem hier gezeten. In overleg om nieuwe materialen te kopen. En we zijn in overeenstemming gekocht. En hij had nog niet de trekker die ik wou. Hij had nog wel een case staan. Dus, hij zegt er zitten nogal wat leuke dingen op. Hij zei die... voor dat en dat geld. Hij zegt, als je nou dat en dat, die sproeiertje, kleine sproeiertje, heb ik helaas verkocht. Ik zeg, ik heb wel alweer een sproeier nodig, want ik heb een hele hoop. Nou, daar gaat hij ook nog wat van ophalen. Mijn vloeibare kunstmest, daar gaat hij nog wat. Ik weet niet hoeveel liter haalt hij daar nog uit. Een hele hoop in elk geval. Dat wordt nog verkocht. En kijk, daar staat onze nieuwe trekker. En onze spuit. Oh, ik dacht dat ik kun kreeg. Aha. Het is een hardie geworden. Oh, wacht even, daar is een kun. Ah ja, hij had er nou. Ja, hij had het inderdaad over een kun. Oké. Okay. Nou ja, goed, wij hebben dat en de nieuwe trekker. Ja, daar moeten we gelijk even heen natuurlijk. Veiligheidsbumpertje erop, dat is mooi. Ik denk dat ik het hier de eerste tijd wel mee kan doen. Kees Puma 42. Ja, hier kunnen we het eerste tijd al even mee doen. Met onze groene konden we haast al niet de bult omhoog komen. En ja, het was toch een beetje moeilijk. Heel moeilijk. Ik zie dat ons veld ook geel is. Oh ja, we hebben ook een bunker daar neergezet. Ja, we hebben toch een beetje veel gras. Ja, dat is toch ons veld. Oh, hier liggen ook al een heleboel gras. Het is niet zo mooi gesweeld. Ik geloof dat ze dit nog met mijn eigen zweler hebben gedaan. Het ligt niet zo netjes op een regeltjes, maar het ligt. Hier en daar liggen nog wat extra stukjes. Ja, dat veld is klaar. Dus die moeten wij ook leeghalen. Zo, ik maar zeggen. Oké. Het andere veld hebben ze met een andere gedaan. Eentje van de zaak. Een grote winkel. Dit mag wel bezaaid worden. Helemaal gezaaid. Ja. Hoe dus, we krijgen het nog druk. Het is goed. Ze halen wat van het vloeibare mest op. Die kunstmest die halen ze, daar halen ze wat weg. Onze kleine hoofdtrekker. Het boerderijtrekkertje is verdwenen. Die heeft hij meegenomen. Onze sproeier heeft hij meegenomen. Die stond daar. Volgens mij was die nog half vol. Ja, maar om te gaan maaien hebben wij een wat grotere sterke trekker nodig. En daarvoor hebben we dus deze. En dan kunnen we die op die trekker monteren. Dus dat zou allemaal goed moeten komen. Voor nu is het schoon. Ah, dat valt wel mee. Nou, het valt nog wel mee. Eens kijken, waar is onze groene donder? Hier is onze groene donder. Die staat nog voor de opraapwagen, maar dat gaan we eerst eens even doen. Ik zal eerst het gras van het land afhalen. En dan kunnen we gelijk eerst even kijken bij hoe het hier is gebeurd. Want op deze kant zouden ze het met een andere machine doen.
En eentje die ik niet heb. Maar wel in onderhandeling ben voor. Alleen, ja, zoveel geld als hun vroegen. Ja, dat gaan wij niet doen. Het zijn wel hele hoge beelden. En dit zijn heel weinig beelden. Oké. Okay. Dit is wel heel breed hoor. We gaan eens kijken hoeveel bakken eraf komen. En dat moeten we dan op de beeld gooien. Wat we dan ook weer moeten aanrijden. Dat doe ik gelukkig wel. Of niet in de opnames hoor. Nee, dat duurt zo. Dat is wel. Dat gaat zo lang duren. Dan weet ik dat. Heen en weer, heen en weer, heen en weer. Maar inderdaad, er komt aardig wat af. Ik heb aardig gebult hier. Dan laat er niks liggen. Nee. Mooi zo. Oeh, ik moet wel een beetje netjes blijven rijden natuurlijk. Maar goed, we zijn dus in de onderhandelingen voor nieuwe machines. En nou laat ik wel een hele hoop liggen. Ik wou het eigenlijk niet, maar ja, ik kan de bult niet opkomen. Ja, dan hebben we toch wat ietsje sterkere machines voor nodig. Dus in een grotere trekker. En dan gaan we hopen dat. Poeh, de bulten. Dan gaan we hopen dat we dat allemaal. Dat ons dat lukt. Hij is bijna vol. Ik dacht dat toch wel. En vol. Automatisch oppak. Dat is hartstikke mooi. Hij trekt hem automatisch weer omhoog. Ik had ook een klein beetje mee kunnen ophalen natuurlijk. Hè? Goed, we hebben in de bak hebben we ook al aardig wat liggen. En voor de bak hebben we ook een hele hoop liggen. Ja, we rijden het uit en ik moet even mijn ding eens instellen. Een automatische snelheidsmeter. Zo. Niet al te grote bak. Maar hij is ook niet nodig, dacht ik. Ik dacht dat we hier genoeg aan hadden. Hoop ik. En hij is leeg. Zo. En eens even keren. Als mij dat nog lukt. Dat dacht ik al. We hebben hem goed neergezet. We hebben hem goed neergezet. Nou, dan straks ga ik wel heen en weer hier. Al ben ik wel benieuwd hoe zwaar, hoeveel wij heen en weer moeten. Maar ik ga niet kijken. Dat ga ik de volgende keer doen. Ja, dus. Een zweden komt er waarschijnlijk bij aan het. Het kan zijn dat wij een extra koeienstal krijgen. Dus dan hebben we ook extra gras nodig. En extra silage. En extra hooi. Dat is
doet mij denken, ik kan hier van deze twee regels ook hooi maken natuurlijk, hè. Oh nee, we hebben dat andere veld ook nog. Ja. Ik zat al klein te denken, nee, we moeten dat andere veld ook nog. Daar kan ik ook hooi, want dat ligt toch voor geen meter. Dus ja, dat kan ik ook wel, daar kan ik wel hooi van maken. Ja, dan hebben we hooi. Silage. En dan hebben we alleen nog wat stro nodig straks. Nou, dat komt dan van het andere land af. Dan kunnen wij gemengde rantsoen maken. Heel mooi. Nou, water hebben we dicht bij ons. Dat zit ook in de put. We hebben natuurlijk de pomp naast de boerderij staan. Oh, hoe ligt dit? Dat is nou weer jammer, hè? Dat ze dat niet even netjes neer konden leggen. Maar goed, ik ben er blij mee dat ze het gemaaid hebben. Hoef ik dat tenminste niet te doen. Want die trekker kon er toch niet aan. Ja, ik kon ze net tillen, maar daar hield het ook mee op. Dus de volgende keer als wij gaan maaien, dan hebben wij een goede trekker tot onze beschikking. Kijk, dus hier liggen nog een hele hoop. Ja, en als we andere zware dingen moeten doen, hebben we ook een goede trekker tot onze beschikking. Heel mooi. Goed, eigenlijk moet hier ook wel een deurtje zitten. Hè? Eigenlijk had hier een hekje moeten zitten. Ah, dat was makkelijker geweest. Ik zou in en uit kunnen rijden. Maar goed, we zijn hier niet om het allemaal makkelijk te doen. We zijn hier om een beetje leuk en veilig te doen. En met die andere trekker kon ik dat niet zo heel goed. Dit krijg ik er niet eens in, jongens. Een dikke bulten. Jongen, de lichte helft nog. Ja. Ja. Ik zat ook te denken om hier nog een schuurtje te gaan bouwen. Maar daar heb ik nog niet helemaal zeker van. Oh, hier kan ik het niet. Hier ook nog niet. Nou wel. Nou, dan moet ik straks maar even met de verrijker eventjes hier de boel een beetje aandrukken. Een beetje de. Een beetje vlak maken. Daar ga ik niet meer met de trekker op, hoor. We gaan de Klaas een beetje even weg. Allemaal gaan er niet meer met de trekker op. Dat nee, dat doen we maar niet. Dat lijkt me niet helemaal goed. We gaan even zometeen met de MF gaan we even de schudder erachter zetten. En dan gaan we dat andere gedeelte gewoon even schudden. Ondanks dat ze dat mooi. Er ligt nog meer. Ondanks dat ze hebben geprobeerd een beetje in de bult te gooien. Of in de rillen. Dit lag er niet zo mooi bij. Daar ligt ook nog wat. Dus dat gaan wij nog even doen. En voor de rest. Nou, de koeien. We moeten nog even kijken of de koeien nog alles hebben. En zo ja, dan. Komt dat helemaal goed weer, hè? Heerlijk. Een paar koffie erbij. Er zitten genoeg cupholders in de trekker, dus. Dat was hem. Dat was ons hooi. Gras. Silage wat het. Ja. Ja, dat durf ik wel.
Dit is wel, ondanks dat er twee randjes op zitten. Ja. Straks ga ik dan met iets zwaardere trailer. Ga ik het hier proberen aan te rijden. Oh, wacht even. We hebben natuurlijk onze nieuwe trekker ook. Daar kan ik het ook wel mee gaan doen, hè. Die is wat zwaarder. Ah, we moeten wel een paar keer heen en weer. Dus dat gaan we ook nog even doen straks. Maar dat is later op de dag, hoor. Dat ga ik pas later op de dag doen. Want, zo. Mooi weer. Het beeld wat een beeld. Ja, ah, dat beeld. Nog even en hij is vol. Ah, hij moet nog netjes opgeruimd worden en zo links en rechts. Die container ben ik eigenlijk ook wel flow van. Ja. En dat hout mogen ze nou ook wel eens een keer ophalen, hoor. Ja. Dat, ik heb het nog niet helemaal verkocht. Ja, mondeling verkocht. We krijgen er nog geld voor, maar ze hebben het helaas nog niet opgehaald. Dus ja, als ze dat nou ook nog even gaan doen, dat zal wel heel erg fijn zijn. Ja, voor het hooi wat wij gaan verkopen, of die boomstammen die wij gaan verkopen, daar gaan wij de hooipers voor huren. En ik denk dat wij de grote pers. Nou weet ik dat natuurlijk nog niet zeker. Alles zit aan. Ja. Nou, mooi. Dat wou ook maar net. Ik denk dat we daar de grote voor gaan huren. Ja. We kunnen natuurlijk ook alles gewoon weer in een ronde balen doen. Ja, hier ligt ook nog een hele hoop, maar dat krijgen wij toch nooit weg. Ja. Voor de mensen die opletten, ik reed dus verkeerd. Maar goed, we kunnen het in grote balen doen of kleine baaltjes. Dat moeten we nog maar even bekijken. Hier gaan wij dus alles voor maken. Altijd even controleren of alles erin geklikt is, alles vast zit. Ja, die rommel die zit nog wel eens los. De tanden nog een beetje goed zitten. Zo. Daar gaan we. Het is niet zo moeilijk dit keer. We kunnen er met een behoorlijke snelheid overheen racen, zie ik. Als we maar een beetje in de buurt blijven. We komen hier vandaag nog wel twee keer overheen. Het is een beetje bewolkt. De wind waait niet zo heel erg hard. Dus ja, het droogt niet zo heel erg goed. Maar we komen er. We gaan wel heel erg hard, hoor. Ik weet ook waarom. Ik heb niet gekeken. Nou gaan we niet zo heel erg hard. Nee, als de machine en als de materialen naar beneden staan, gaan wij niet zo heel erg hard. Als ze de grond niet raken, dan vliegen ze erover. Ah, er ligt dan wel wat hooi. Kijk, hier zijn wij geweest. Nou ja, geweest. We zijn er overheen gevlogen. Ja. Het is nog vroeg, mensen. Het is nog vroeg. Maar goed. Wou je nog meer van dit rommel zien? Even een duimpje. Zou heel erg goed zijn. En zou heel erg leuk zijn. Zou mij ook mee helpen. En abonneren natuurlijk. Heel graag.
En voor de rest zeg ik heel erg bedankt. En tot de volgende keer maar weer. Hey, mooi!